Ik vond het een heel bijzonder project, omdat je niet alleen vanuit het museum binnen met jezelf bezig bent. En met het personeel van het museum en met de collectie van het museum. Maar ook echt letterlijk buiten het museum. Dus echt de bewoners van Delft zelf. In verschillende groepen, leeftijden, ervaringen, achtergronden. En dat vond ik heel fascinerend, alle die verhalen bij elkaar. Toch verras je jezelf elke keer dat iedereen met zulke bijzondere verhalen rondloopt. En ik denk, dus dat is de kracht van zo'n project, dat je die verhalen kunt vertalen naar beelden, wat samen met die verhalen nog krachtiger zullen worden. Nou, de materialen waren ingewikkeld, omdat je hebt, op een gegeven moment hadden we beelden en vormen. En de grote vraag was, welke materialen ga je toepassen bij de sculpturen? En eerst hadden we gekozen voor schapenvacht en dat zachte en dat veilige en dat omhelzende. Alleen snel kwamen we eigenlijk achter dat eigenlijk niet de beelden heel sterk vertegenwoordigt. Want we zitten in een tijd waar heel veel mensen zitten in kampen, heel veel mensen zitten in tenten, heel veel mensen zijn aan het vluchten, aan het verplaatsen. En dachten we, eigenlijk is veel sterker en logischere stap als je met zeilmateriaal gaat gebruiken. Dus zeil kan je gebruiken voor tenten, kun je gebruiken voor boten, hè, mensen die gebruiken om te vluchten. En ik denk dat dat nu heel sterk, de zeil als materiaal heel sterk is. Maar daarnaast hebben we voor een ander object hebben we de dekens gebruikt die vluchtelingen krijgen. Dat grijze deken, dat ook een materiaal is om die sculpturen mee te bedekken. Op die manier hebben we dus gekeken naar wat het materiaal een grote rol speelt bij de beelden. Mijn ultieme wens zou zijn als iemand die beelden zou zien en die verhalen zou lezen, waardoor hij een hele ander perspectief, een hele andere blik zou krijgen naar verschillende thema's wat gaande zijn in de wereld. Ja, dat zou voor mij het meeste bijzonder zijn als beeld en verhaal en tekst of portret elkaar zo versterken dat je daar een warm gevoel van krijgt of een vervelend gevoel, dat doet het daar niet, maar dat het iets met je doet.